Gert-Jan Segers, goedenavond. Goedenavond. Hebt u ook zulke mooie woorden voor Pechtold? Nou, het is zeker een hele markante persoonlijkheid. Hele beeldbepalende politicus van het afgelopen decennium die verdwijnt. Dus het is een heel bijzonder moment voor de Nederlandse politiek. Een heel markant moment. Pikt u er eens zo'n voor u beeldbepalend moment uit? Nou, voor mij heel persoonlijk is dat geweest. Onze eigenlijk eerste botsing helemaal aan het begin van de onderhandelingen. Die uiteindelijk heeft geleid tot Rutte 3. Dat was een moment dat wij met z'n tweeën tegenover elkaar zaten. En dat betekent een moment dat we van heel ver moesten komen om tot elkaar te komen. Ja, er was veel chagrijn en misschien ook wel boosheid? Ja, dat was absoluut chagrijn. En vervolgens zijn we nu anderhalf jaar verder en zijn we heel ver gekomen in onze samenwerking. En dat betekent ook wel de Nederlandse politiek. Dat je kunt soms enorme verschillen hebben. En wij hebben op ideologische punten forse verschillen. Maar er is altijd het zoeken naar samenwerken. En er is altijd het zoeken naar, ja, toch ook om er uiteindelijk samen uit te komen. En dat is ons tot nu toe steeds gelukt. Dus het tekent ook iets van de Nederlandse politiek. Ja, toch even van de Nederlandse politiek inzoomen nu op Alexander Pechtold. Hoe kon u er destijds in die bewogen dagen, weken uitkomen? Want nogmaals, het ging even helemaal niet goed tussen de ChristenUnie en D66. Nee, en dan is wel het bijzondere, en dat kenmerkte me ook, dat hij soms buitengewoon scherp is, maar uiteindelijk ook de samenwerking zoekt. En dat hebben we dat ervaren in de tijd van Rutte 2, toen we met de constructieve 3 langs zij kwamen. Dat was voor het eerst dat we zo nauw gingen samenwerken. Dat was bijzonder. En dat hebben we nu voortgezet. En dat kenmerkt hem ook. Ja, nou, maar toch even van samenwerken over ideologische grenzen heen. Ja, maar is hij dan de man die u misschien 's avonds laat nog wel even opbelde of een vriendelijk appje stuurde? Hoe ging dat? Ja, dus dat groeide verder. Dus ik zei, we moesten van ver komen naar die eerste aanvaring. Maar er is wel een vorm van samenwerking gegroeid die heel respectvol is. En dat betekent ook dat je in persoonlijke zin met elkaar meeleeft. Wat gaat u aan hem missen? Het is een... hij leeft nog steeds natuurlijk, maar u snapt wat ik bedoel. Ja. Zeker. En we zullen nog vaak genoeg van hem horen, denk ik. Dus hij is zeker niet weg. Hij is misschien nu even naar het weg in Den Haag. Wat ik ga missen, dat is... het is een hele charmante politicus. Een hele behendige politicus. Die ongelooflijk creatief is en heel sterk in het debat. Dus ja, hem als die beter, die gaan we zeker missen. Want kon u wat dat betreft ook nog wat van hem leren? En zo ja, wat dan precies? Zeker. Politiek is soms ook theater. En om je punt te maken heb je soms ook een klein beetje theater nodig. En dat vak stond hij ook buitengewoon goed. En dat kan ik zeker van hem leren. Ik wil u danken voor het geven van deze reactie. Dus op het vertrek van Alexander Pechtold uit de Haagse politiek. Dank u wel, Gert-Jan Segers. Graag gedaan.